Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Verhuisshop Schagen en Vema Autoverhuur. Alles voor een zorgeloze verhuizing. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met gezond te leven. En hoe maak je kinderen duidelijk wat gezond leven en gezond eten is? Dan begin je op school. En sommige scholen in Nederland en zo ook in Schagen zijn al begonnen om de snoeptractaties te verbannen en kinderen iets gezonds te laten tracteren. Ja, zometeen staat 11 november natuurlijk weer voor de deur. En hoe leer je dan, halen ze snoepjes op of staan mensen met mandarijntjes in de deuropening? Ik weet het niet, maar ik ga eventjes hier vragen op school. Hoe vinden kinderen dat en hoe vinden ouders dat? Gaan ze voor het snoep? Of gaan ze voor de gezonde tractatie? Ja, mij boeit er niks eigenlijk. Snoepjes. 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 Ik hou liever van fruit. Liever snoepjes. Ik vind het beter als ik fruit uitdeel. Maar voor mij mag het ook gewoon snoep zijn. Snoepjes. Ik ga liever voor fruit. Snoepjes. Fruit. Ik vind het nog steeds een bijzondere gebeurtenis. Ja, je kind is jarig geweest of er is iets anders bijzonders in de familie aan, in het gezin aan de hand. Dus dan vind ik wel dat je toch daar zelf wel iets leuks van moet kunnen maken. Dus of dat nou inderdaad een zakje snoep is, of dat dat nou een gezonde tractatie. Dus inderdaad iets van druifjes aan een stokje met een aardbeidje of wat ook. Ja, dat moet de ouder zelf eten. Maar het is wel heel belangrijk dat de kinderen gezond eten. Zeker op jonge leeftijd, dat ze niet gaan wennen aan al die suikers en al die rommel in eten. Dat ze gewoon leren eten. Dat ze veel suikertjes krijgen, dan willen ze niks anders meer. Nou, verbannen vind ik wel een beetje ver gaan. Maar dat ze het gezonder willen is natuurlijk niet zo gek. Ja, dat kan ik me wel wat voorstellen, ja. Waar zou u voor gaan? Tomaatjes, komkommetje, worteltje, dingetje, datje. Ja, toch? En hoe zou u dat presenteren? Ja, ik denk op een mooie schaal. Even wat schuiviger maken. En wat denkt u dat uw kind ervan vindt? Nou, die houdt ervan. Dat weet ik zeker. Gezonde voeding is altijd goed. En gezonde tractaties. Sfeer is wat anders ook. Heel goed idee hoor, echt. Nou, ik vind het eigenlijk niet helemaal een goed idee. Want ik vind eigenlijk ook al dat ze fruitdagen hebben. Dus af en toe een snoepje mag voor mij wel blijven, denk ik. Helemaal gezond hoeft voor mij nou ook weer niet. Ik vind het op zich een goed idee. En omdat het ook helpt om mensen verantwoordelijk ermee om te laten gaan daarin. Maar ja, in de praktijk zie je vaak wel eens dat er iets genuanceerder. Nou, vind ik niet slecht. Ik vind wel dat een verjaardag wel zeg maar gevierd mag worden. En ik denk dat daar ook wel een snoepje bij mag. Wat vind jij nou lekkere snoepjes? Dat weet ik niet zo. Bijna vind ik ze allemaal lekker. KitKat. Alle snoepjes. Sinaasappelsnoepjes. Van bananen en appels. Deze koets. Watermeloen. Ik vind vooral KitKat lekker. Ik vind het niet dat een gemeente zich daarmee moet gaan bemoeien. Want ik ben van mening, zeker ook gewoon op school, dat er al een hele hoop wordt gedaan om meer schoolfruit mee te geven. Bijvoorbeeld dat je kind op bepaalde dagen alleen fruit mee naar de klas krijgt. Dus geen koekje, geen snoepje, gewoon een fruitje mee. Nou, dat vind ik al een hele goede vooruitgang. Dan maken we het onszelf heel moeilijk, denk ik, als ouder. Misschien is het een idee om gewoon gezamenlijk gewoon een keer een snoepdag te houden op school. Dat je dat één keer per jaar hebt of zo. Misschien is dat een idee. Ik vind het wel heel goed om kinderen daar bewust van te maken, zeg maar. En het hoeft ook niet te veel en niet te gek. Ik probeer zelf wel altijd wel met het idee van de school in mijn achterhoofd te houden. Met dat het wel gezond is. Maar er zit vaak wel een klein lekker dingetje in. Maar ik probeer het niet te overdrijven dan. Maar met zo'n grote klas van tegenwoordig zou u ervoor openstaan om het helemaal niet meer te doen, de snoeptractaties op school? Ik zou er wel voor openstaan, maar ik zou het niet... Het initiatief zou niet bij mij liggen, zeg maar. Een stukje druif aan een satéprikkertje met wat andere leuke tutsels en frutsels eromheen. Doe dat in een leuk zakje of maak er wat leuks van. Ja, dat is ook zo gebeurd. U zou kiezen voor wat? Ik zelf ben nog wel van de snoep. Hey, en lust jij wel fruit? Ja.
Neem je dat ook mee naar school? Ja. En wat voor fruit? Appel. En ga je zo meteen ook met Halloween langs de deuren? Ja. En wat hoop je dan te krijgen? Snoepjes.